Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. Boordevolle zaal. Vanmiddag hebben wij 5 vertellers met herfstverhalen. Vandaag is het prachtig herfstweer. Daar hadden wij op gehoopt, maar het kan natuurlijk ook heel anders zijn in de herfst. Met weer en wind en storm. En ik denk dat ons eerste verteller dat een beetje gaat oproepen, want hij schreef dat het verhaal ging over een stormachtige dag in de herfst op Texel. Ik ga aankondigen Hans Nouwens uit Riebeek. Dank u wel. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga jullie meenemen naar het eiland Texel. 11 oktober 1752. Het was een prachtige dag, zoals vandaag. De zon schijnt uitbundig en Gijs liep over het strand in Texel. Hij snoof zo de heerlijke zeelucht op. Zalig was het. Maar als hij zo verder opkeek over de zee, dan was daar in de verte, waren daar donkere wolken. Hele donkere wolken waren erbij. En het leek wel alsof ze deze kant op kwamen. Het zou me niks verbazen als het gaat stormen, zei Gijs. En dat is helemaal niet verkeerd. Want Gijs was namelijk strandjutter. Een strandjutter loopt elke dag langs het strand en hij kijkt wat er voor mooie spulletjes liggen en neemt hij af en toe wat mee, wat hij goed gebruiken kan of misschien kan verkopen. Zo had hij zijn hele huisje gebouwd. Met dikke, grote, zware palen die hij gevonden had op het strand, dik in de grond gespit, planken er tegenaan. En op het dak had hij een groot zeil gespannen, met touw vastgemaakt, allemaal gevonden op het strand. Hij had zelfs een raampje gevonden en een deur. Hij had zijn hele huisje gevonden op het strand. Dat was prachtig. Nou, hij woonde daar al jaren. Hij was hartstikke sterk. Iedere storm overleefde dat huisje, daar gebeurde helemaal niks mee. Nou, Gijs woonde daar samen met zijn vrouw. En ze leefden van de opbrengst van wat er zo aanspoelde op het strand. Dat is wat strandjutters doen. Ondertussen kwamen die wolken wel dichterbij. En langzaamaan begon het te waaien. En nog harder te waaien. En na een tijdje dacht ik, nou, dat gaat toch echt stormen vanavond. Ik denk het wel. En zo tegen dat de schemering begon, was de storm echt behoorlijk losgebroken. Daar verder op zee kon je nog, daar ging een boot namelijk. Je kon daar van die lichtflitsen zien. Flits, flits, flits. Ze deden dat met een vuur, met een lap ervoor en dan die lap weg en die lap ervoor en die lap weg. En waarom deden ze dat? Hoogstwaarschijnlijk was dat schip in nood. Als je heel goed keek, kon je zo zien dat de mast was afgebroken, door de storm natuurlijk. Het schip was, ja, stuurloos. Het dreef daar maar wat. Nou hadden ze op Texel gelukkig, ja, we zouden dat tegenwoordig een reddingsbrigade noemen, maar dat waren van die kerels, van die potige mannen, en die wilden best iemand gaan redden, maar ja, ze hadden een open roeiboot en meer was er niet. En de golven waren inmiddels nou wel 2-3 meter hoog. Dat was niet te doen. Op zee gaan met zo'n open boot en met 3 meter hoge golven. Nou, dat was je leven riskeren. Nee hoor. De reddingsbrigade die liet dat maar even afweten. Ze hoopten er maar het beste van. Ja. Gijs had daar zo zijn eigen idee over. Hij hoopte juist dat het fout zou gaan. Want dan spoelt er weer flink wat aan. En dan kon hij weer een aantal dagen lekker gaan scharrelen op het strand om mooie dingen te vinden. Die nacht, hij lag in bed. Die nacht ging het ook echt fout. Dat grote schip
waarvan de mast was afgebroken, dreef langzaam, maar zeker naar het eiland toe. En het kwam dichterbij en dichterbij. En op een gegeven moment, met zo'n enorme golf, het hele schip wordt opgetild en woap! Knalt op het strand aan 1000 stukken kapot. Gijs werd er bij haar gebed, maar hij hoorde het gebeuren gewoon. Al dat hout kraakte aan alle kanten. En hij dacht, nou, het zit wel goed. En zo gauw het ochtend was en het een klein beetje licht werd, trok hij zijn kleren aan en hij ging meteen naar buiten, naar het strand, kijken wat er te vinden was. Nou, het lag bezaaid. Bezaaid met, waar je ook kijkt, er lagen stukken hout en stukken zeil en grote kisten die uit die boot gekomen waren. Hij wist gewoon niet, waar moet ik beginnen? Het ligt helemaal vol. En hij scharrelde zo'n beetje tussen al die spullen door. Wat zal ik nou toch eens als eerste gaan pakken? En toen viel zijn oog opeens op een mooi klein kistje. Dat lag daar in het strand, in het zand. Het spoelde zo'n beetje water omheen. Kijk, hier kun je het zien liggen. Het was niet zomaar een kistje. Het was een kistje, mooi, fijn bewerkt, met houtsnijwerk. En er zat een slotje op. En er zat zelfs een sleutel in dat slotje. Het was een prachtig klein kistje. Nou, dat was toch wel heel bijzonder. En hij pakte dat kistje op. Veegde een beetje het zand en het water er vanaf. Hij deed het kistje open. Wat hij toen zag. Zijn hart begon te kloppen. Hij kreeg een vuurrood hoofd. Want wat hij zag, er zaten gouden munten in dat kistje. Gouden dukaten. Een heleboel. Het was een vermogen wat hij opeens in zijn hand had. Nou, ondertussen kwamen er al wat andere strandjutters aanlopen. En hij dacht, hier moet ik niet te lang over nadenken, want dat moet ook niemand zien. En hij griste al die munten uit het kistje, stopte het in zijn zak, deed het kistje weer dicht en gooide het terug. Daar waar hij het gewonnen had. Met al die munten in zijn zak. Zo, dacht Gijs. Nou, mijn dag is goed. Ik kan wel naar huis. En hij vertrok naar zijn huisje een stukje verderop. Nou, komt hij thuis. En dan laat hij aan zijn vrouw al die munten zien. Kijk eens wat ik heb. En hij legde dat allemaal zo op tafel neer. En ze stonden met z'n tweeën verbaasd te kijken naar dat fortuin wat daar opeens op tafel lag. Geweldig, dat was er nog nooit gebeurd. Nou, zegt de vrouw, een paar uur later gingen ze eten. Vandaag geen grutjespap, hè? Wij eten pannenkoeken vandaag. Het is feest. Pannenkoeken met stroop. Dus ze zaten een uurtje later, had ze een grote schaal met pannenkoeken gemaakt en een grote bak stroop erbij en lekker de ene pannenkoek naar de andere, flink wat stroop erop. Heerlijk, heerlijk. En die muntjes liggen er allemaal naast op tafel. En dan kijkt Gijs min of meer per ongeluk eens uit het raampje. En hij ziet door het raampje naar buiten, hij ziet iemand aankomen lopen. En hij kijkt eens goed. Ja, hij komt recht op het huisje af. En hij kijkt nog eens goed. En hij ziet, pas op, dit is de strandvoogd. De strandvoogd komt naar mijn huisje lopen. Oei, en ik zit hier met al die muntjes op tafel. Die moet die man echt niet zien, hoor. Dus helemaal zenuwachtig wordt hij van, waar laat ik ze? Ik moet de munten verstoppen, Maar het had van een heel klein huisje en daar stond die ver in. De vrouw van Gijs zegt, in de stoofpot doen. Goed idee, zegt Gijs. En hij grijpt al die muntjes en pst, laat ze zo in de grote bak met stroop vallen. En die dwarrelen zo omlaag in de stroop. Ik zie niks meer. Nou, het was maar nauwelijks allemaal verdwenen. Of er wordt op de deur geklopt. Binnen!
komt de strandvoogd binnen. Ah, goedemiddag, strandvoogd, zegt Gijs. Middag. Eet je een pannenkoekje mee, strandvoogd? Nee, Gijs, daar kom ik niet voor. We hebben hier een wrak op het strand liggen. En we hebben ook nog de rol met de inventaris van het schip gevonden. En er moet een kistje bij geweest zijn vol met gouden munten. Nou hebben we het kistje wel gevonden, maar die munten waren weg. Weet jij daar misschien meer van, Gijs? Nee, strandvoogd. Gouden munten? Nee hoor, daar weet ik niks van. Een jokkebrok, hè. Daar weet ik niks van, zegt hij. Nou, Gijs, zegt de strandvoogd. Ze hebben je daar wel zien rondscharrelen, hè, vanochtend. Ik geloof je eigenlijk niet. Ja, strandvoogd, als je mijn huisje wilt doorzoeken. Ga je gang, hoor. En die strandvoogd gaat het hele huisje bekijken. Onder de tafel en onder de stoelen. En hij kijkt in de... Er is één kast, hij kijkt in die kast. En hij kijkt onder het bed en hij zoekt het hele huisje af. Niks. Niks. Hij kan helemaal niks vinden. Een uurtje later of zo vertrekt die strandvoogd onverrichter zaken. Helaas, niks gevonden. En Gijs dacht, nou, het is me gelukt. Ik heb ze nog. Een jaar lang heeft Gijs helemaal niks met die muntjes durven te doen. En toen was het inmiddels zo lang geleden dat hij dacht, nu durf ik het wel. De meeste mensen zullen het wel vergeten zijn. En hij kocht met zijn fortuin een stukje grond op Texel. En hij liet op dat stukje grond een prachtige boerderij bouwen. De mooiste boerderij van heel Texel liet die arme strandjutter zomaar bouwen. Hoe kan dat? Zeiden de mensen tegen elkaar. Hoe kan die arme man dat betalen? Gijs hield wijselijk zijn mond. Hij zei daar niets op. Er kwamen schapen, er kwamen een paar koetjes. En hij had de mooiste boerderij van heel Texel. Ja, zo'n mooie boerderij moet natuurlijk wel een naam hebben. En hij noemde het de Stroop.